1, 2, 3, let's go! Hi lieve allemaal en welkom bij mijn bevallingsvlog. Ja, ik zit er nu nog bij met een zwangere buik, alleen binnenkort niet meer. Ik zal even uitleggen hoe het begint en wat de planning is. Ik ben namelijk al weken niet fit. Ik ben al weken echt zwak, ziek, misselijk. Ik slaap heel slecht. Ik slaap weinig tot niet. Ik heb maagzuur. Ik heb last van mijn rug. Ik heb last van mijn buik. Ik heb last van mijn ribben. Onder mijn ribben. Ik geef over. Wat ik net ook al zei. Ik slaap super slecht. En mentaal breekt het op een gegeven moment ook gewoon. Omdat het gewoon... Een eind van een zwangerschap is gewoon heel zwaar. En daar hoort er natuurlijk bij. Dat is natuurlijk gewoon hoe het gaat. 9 van de 10 keer. Alleen bij mij gaat het dus al weken eigenlijk niet zo heel best. Wat ik dus net vertelde. Alle kwalen die ik heb. Alle klachten die ik heb. Dan zullen nu mensen waarschijnlijk gaan zeggen. Oh, heb je geen zwangerschapsvergiftiging? Nee, ik ben er ook voor in het ziekenhuis geweest. Voor dat onderzoek. En dat heb ik gelukkig niet. Ik heb gewoon alle klachten van zwangerschapsvergiftiging. Maar zwangerschapsvergiftiging zelf... Heb ik niet. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je al weken eigenlijk rondloopt. Dat je denkt, ik trek het niet meer. En het is gewoon te veel. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. En op dat punt ben ik gekomen. Ik heb vandaag met de verloskundige gebeld. En nu heb ik samen met haar besloten dat wij dus donderdag, 4 januari, word ik gestript. En voor de mensen die niet weten wat dat is. Dan maken ze zeg maar bij de baarmoedermond met de vingers. Maken ze het een soort van week en een beetje los. In de hoop dat het stofje vrijkomt wat de bevalling zou moeten opwekken. Soms werkt dit, soms werkt dit niet. Je moet binnen 24 uur effect hebben. En als dit geen effect heeft, dan is dat dus voor niks geweest. En dat is niet erg, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Wel heb ik dan 5 januari, dat is dus vrijdag, een afspraak in het ziekenhuis gepland staan. Bij de verloskundige en bij de gynaecoloog. En in die afspraak ga ik dus een beetje bespreken hoe inleiden werkt. En gaan we dus een datum plannen om mij in te laten leiden, mocht dus het strippen niet gewerkt hebben. Het inleiden zal waarschijnlijk die maandag of die dinsdag worden. Dat is op 8 of 9 januari. 9 januari ben ik 40 weken zwanger, dus ik zit sowieso goed. Ik zit op de 39 weken, dat is ook gemiddeld wanneer een eerste kindje geboren wordt. Dus voor de baby zelf is er helemaal niks aan de hand, maar het is gewoon voor mezelf dat ik gewoon... Als ik nu nog door zou gaan, dan zou ik er alleen maar op achteruit gaan en ik zou er alleen maar zwakker van worden. En fit de bevalling ingaan is gewoon heel belangrijk, want een bevalling is niet niks. Moet ik nou hier nog mee doorgaan, nog weken, misschien wel nog steeds zo slecht slapen en mezelf zo slecht voelen, dan wordt het er gewoon niet beter op. Dus dat is ook de reden dat ik met de verloskundige besproken heb om het op deze manier te doen. Ik denk ik leg er van tevoren even uit, zodat jullie in ieder geval weten hoe het gaat. Dus ik zie jullie bij de volgende stap. Alrighty, I've got some news. Nou, zoals ik dus eerder verteld had, gingen ze mij dus strippen. Nou, dat hebben ze dus donderdag gedaan. Dat was gisteren, het is vandaag vrijdag. Helaas had het strippen niks gewerkt. Althans, ik ben nog steeds zwanger. Ik heb nog steeds een dikke buik. Dus dat heeft niks geholpen. Ik heb er alleen heel veel weeën van gekregen in mijn benen. Of in ieder geval de voorweeën in mijn benen. Die heb ik heel erg gehad. En ik moet zeggen dat dat niet echt heel chill is. Tenminste, ik heb er afgelopen nacht best wel van wakker gelegen. Omdat ik continu een soort van groeipijn in mijn benen voelde. Nou, dat is best wel vervelend. Dus het strippen heeft eigenlijk niks gebracht dan alleen maar voorweeën. Nou, dat kon. En ik wist ook wel dat de kans klein was dat het zou werken. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd om het op die manier toch nog een soort van natuurlijk op te wekken. Nou, dat is helaas niet gelukt. Zoals ik ook verteld, dat had ik dus vandaag de afspraak in het ziekenhuis bij de verloskundige. En ik heb een datum wanneer ik ingeleid ga worden. Vandaag is het vrijdag 5 januari. Ik krijg dus maandag 8 januari krijg ik mijn ballonnetje. Dan moet ik om 1:15 'smiddags in het ziekenhuis zijn. Dan gaan ze in mijn baarmoedermond een ballonnetje plaatsen. Die vullen ze met water. En die moet er dan voor zorgen dat mijn baarmoedermond open gaat staan. Waardoor ik dus extra ontsluiting krijg. Want ik had met het strippen nog maar 1 centimeter ontsluiting. Dus ze konden ook niet heel veel strippen. Ze konden maar een klein beetje losmaken. Vandaar dat het ook niet zo heel veel effect heeft gehad. Dus om 1:15 maandag 8 januari krijg ik dus mijn ballonnetje. In het ziekenhuis moet ik daarvoor zijn. En die zit er dan de hele dag, de hele nacht in. Dan moet ik dus de dinsdag 9 januari. Dan ben ik 40 weken en dan zou ik dus uitgeteld zijn. Dus dat is wel grappig. Dan moet ik dus bellen naar het ziekenhuis om 5:45 ochtends. Dan ga ik dus bellen en dan zeg ik, yo, is er vandaag plek voor mij? Want ik sta dus op de lijst om ingeleid te worden
de dinsdag. Alleen het kan dus zo zijn dat er een spoedgeval tussen gekomen is. Die kans die is er al natuurlijk altijd. Als er een spoedgeval tussen gekomen is, dan word ik verzet naar woensdag. Dus dan word ik woensdag ingeleid. Nou, dat ballonnetje, dat wordt dus geplaatst in de hoop dat dat ervoor zorgt dat ik genoeg ontsluiting krijg. Heb je genoeg ontsluiting, dan kunnen ze dus je vliezen breken. Als je nog steeds niet genoeg ontsluiting hebt, dan kunnen ze je vliezen niet breken. En dan moet ik gewoon nog een paar dagen, rustdagen heet dat volgens mij. Dan moet ik dus een aantal dagen nog wachten. En dan proberen ze het daarna nog een keer. Want soms werkt dat ballonnetje ook niet. Dus voor nu heb ik de datum voor het ballonnetje. En heb ik de datum om in te leiden in principe staan. Als het allemaal mee zit en als het allemaal werkt. Dus dat is voor mij wel echt oprecht een heel chill idee. Dat ik in ieder geval weet van oké, het duurt niet nu nog een anderhalve week of een volledige week. Het is nu dus nog 2 dagen tot en met maandag. 3 dagen tot en met het inleiden. In de hoop dat het allemaal mee zit. Ik heb voor nu in ieder geval mijn datums, wat echt heel chill is. We gaan maandag een ballonnetje laten plaatsen. En dan krijg ik dus 2 keer zo'n CTG om mijn buik, zodat ze zijn hartje kunnen meten. Die krijgt ervoor, dan plaatsen ze een ballonnetje. En dan krijgt hij daarna nog eentje. En dan gaan ze dus even kijken hoe de baby erop reageert en wat de baby ermee doet. En dan ga ik dus dinsdagochtend bellen. In de hoop dat ik terecht kan. In de hoop dat ik genoeg ontsluiting heb. En dat ik ingeleid kan worden. En dan is de kans dus groot. Dat duurt meestal, worden bij de eerste, wordt een baby dus 's avonds of 's nachts geboren. Dus dan is de kans groot, als het allemaal mee zit en als het gewoon goed verloopt, dat ik dus de avond van 9 januari op 10 januari, dus die avondnacht, ga bevallen. Als het mee zit, als het allemaal werkt. En als het niet werkt, dan is het dus de 10 januari, 11 januari. Het gaat in ieder geval binnen nu en een week ben ik bevallen. We will see. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte. Nou, het is vandaag 8 januari. 8 januari. Morgen ben ik uitgeteld. En zoals ik al eerder had verteld, gaan ze mij dus inleiden. En vandaag krijg ik het ballonnetje. Dus wij gaan even snel jas aandoen en zo. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Dus Jason vond het net al veel spannend. Maar ik zei nee, nu eigenlijk nog niet. Ik denk, baby, als ik vanavond in bed lig, dat ik niet kan slapen voor morgen. Maar goed. Ja, wij gaan snel naar het ziekenhuis, want wij zijn alweer laat. Goed voornemen van het nieuwe jaar. Altijd op tijd komen. Hoi. Hoi. Even wachten. Ja, even wachten. Even wachten. Ja, er is net harde wind geweest buiten. Zit het goed nou? Ja. Ja? Nou, ik lig met de CTG op mijn buik en hij ligt te slapen. Nee, ik heb nu CTG eerst een half uurtje. En als ik die gehad heb, krijg ik dus ballonnetje. En dan nog een keer CTG. En het is wel heel bijzonder, want mijn moeder die is dus 3 keer bevallen met een keizersnee. In Helmond, in het ziekenhuis. En ik kwam er net aanlopen en ik krijg de vraag van zeg maar de verloskundige. Van, dit is toch een verloskundige? Zij is toch verloskundige? Zij is bij een bevalling, dan ben je toch verloskundige? Verpleegloskundige. En toen kreeg ik dus de vraag of dat ik in Helmond geboren was en of ik 2 zussen heb. Dus ik zei ja, dat klopt. En toen zei zij dus, dan ben ik dus bij de bevalling van jouw zus, van jouzelf en van jouw zusje geweest. Dus die vrouw die dus net de banden om mijn buik gedaan heeft, die is bij mijn bevalling geweest, die van mijn zus en die van mijn zusje. In Helmond, want zij heeft dus 15 jaar in Helmond gewerkt. En nu werkt ze dus al 10 jaar hier. Dus het is echt mega toevallig dat ik haar hier tegenkom. Dat ze nog weet wie ik ben. Maar dat is dus omdat zij de achternaam herkende. En omdat ze dus... Mama had toen een bedankkaartje nog naar haar gestuurd. En dat had ze dus onthouden. Die dus, heeft ze nog staan. Nou, die heeft ze zelfs nog. Dus dat is wel echt heel toevallig. Dus ja, dat was wel grappig. Jezus zat echt bijna in slaap daar. Hij zei net, ik ben helemaal excited. Ik zei, dat snap ik als je geen kind hoeft uit te persen. Wat? Ik moet even bijslapen voor de slapeloze nachten die ik moet even bijslapen voor een bevalling die ik moet gaan doen. Mafia, moeders, mommy mafia, weet ik veel. Moedermafia. Hm? Moedermafia. Ja. Wat zei jij? Dat ik dat kind gewoon in iedereen uitpoel. Ja. Dan zou jij de bevalling doen. Als je echt van mij houdt, zou jij het doen. Ja, ik schrijf er wel even uit. Niet doen. Daarmee kan je hem best omhoog en omlaag zetten. Knopjes.
Ja, blijf maar af. De balloon is in my... Poef. In the belly. Nee, in de baarmoeder. In the bird mother. Voor de mensen die dit ook... Ja, dat was mijn vinger. Voor de mensen die dit spannend vinden of zich afvragen, doet dat pijn? Het is niet per se lekker. Het doet niet pijn, vond ik. Maar het is niet dat je denkt, oh heerlijk. Hey, joh. Ik heb het al voorzien een beetje warm ervan gekregen. Mm. Maar we gaan dan met een eendenbek, ja, gaan ze erin. Dan gaan ze natuurlijk bij je baarmoedermond zitten wringen. Nou, daar krijg je wel even krampen van. Want ik heb nu ook echt best wel flinke buik- en rugkrampen. Alsof ik ongesteld ben, zeg maar. Maar dan volgens mij gaat dat dadelijk weg, toch? Hm? Gaat dat dadelijk weg? Ja. Dat gaat dadelijk weg. En dan doen ze de slang erin. Dat is best een lange slang. De helft hangt nu eruit en de helft zit erin. En dan doen ze, wat zei je, 50 cc? Ja. 50 cc water. Dat is een ballonnetje ongeveer zo. Die zetten ze in je baarmoeder. Dan halen ze de eendenbek weer eruit. En zit de ballon erin. En nu ligt nog even aan de CDG. En als die afgelopen is, dat zal over, ik denk, iets minder dan 10 minuten zijn. Dan mogen we naar huis. En dan gaan we morgen vroeg kijken of ik terecht kan. Dan moet ik komen. Ik ga eens kijken of ze mijn vliezen kunnen breken. En als ze mijn vliezen kunnen breken, dan ga ik morgen bevallen. En anders dan gaan we het nog eventjes tijd rekken om mijn lichaam iets meer de tijd te geven om het zelf te gaan doen. Want iets volledig forceren wat er eigenlijk nog niet is, dat is natuurlijk niet goed. Een beetje maakt natuurlijk niet uit, maar heel veel, dat wil je gewoon niet. Dus we zien jullie morgen vroeg om 6:30 om te laten weten of ik mag komen of dat het verzet wordt naar woensdag. Are you well? Zo was het warm, ik denk, dan pak ik een paar servetjes, die maak ik nat. Dik. Maar dit is niet echt een prettig gevoel, hè, zei je? Nee. Nee? Ik zeg net heel stoer dat het ballonnetje zelf zet. Dat deed ook geen pijn. Maar ik heb nu echt fucking kramp in mijn buik. Alsof ze kei nodig alsof moet schijten. Ik echt fucking nodig moet poepen, zo voelt het. Komt allemaal goed, zetje. Ja. Love you. Wil jij het doen? Ja, bijna. Ah, daar liggen we weer. Ja. Telles, wat is er aan de hand, schat? Moet ik dat vertellen? Nou, Sam kwam thuis van een ballonnetje. Van een ballonnetje inzetten. En toen voelde ze eigenlijk al meteen dat het niet heel erg lekker zat. Toch? En toen kreeg ze uiteindelijk om de paar minuten kreeg ze dus weeën, steken. We weten niet precies wat het is. Waarschijnlijk weeën, toch? Krampen. En nou hebben we de verloskundige gebeld in het ziekenhuis. En nou zijn we hier weer. CTG'tje om buikje. Bij te houden wat alles doet. En dit is dus de beweging van de baby. Deze lijn. Oh nee, dit was de van de buik. Maar hoe strak die getrokken wordt bijvoorbeeld, of het weeën zijn, dat weten ze niet. Of gewoon naar de buik. Dit is de beweging van de baby, die groene stipjes. Dit is de hartslag van jou. En dit is de hartslag van de baby. Dus, en daar wordt hij ook bijgehouden. En nu maar afwachten. Hè? Love you. Right, ik ga jullie even een korte uitleg geven. Tussen de weeën door. Nou, zoals jullie weten heb ik vanmiddag mijn ballonnetje laten zetten. En toen ik thuis was, wat Jason dus vertelde, kreeg ik echt heel veel pijn in mijn buik. Hoe is dit? Oh, hey, statje. En toen... hoe gaat hij weer? Hij is niet zo lief, moment. Oh man. Blijf ademen. Zo korter op elkaar dan net. Pijn. Heel fijn. Je bent gewoon lekker aan het doorrobbelen zoals de verloskundige al zei. Ja. Mm-hmm. Ik kom een douche nemen thuis. Maar oké, ik had dus mijn ballonnetje laten zetten. En toen kwam ik dus thuis, had ik heel veel pijn in mijn buik. Want ik kreeg zeg maar, ja, een soort weeën, denk ik. Ik denk dat het een soort van weeën zijn. En dat werd eigenlijk niet minder. Om de 5 minuten, een wee van een minuut en bla bla bla. En op een gegeven moment belde ik. Nou, wilden ze toch dat ik even terugkwam om te kijken hoe het ballonnetje zat. Nou, die zat dus niet meer goed. Die was er toch een stukje uit al eigenlijk. Hij zat tegen jou. Nou, hij zat in ieder geval lager dan dat hij moest zitten. En dat kan dus echt dit schelen en dan is het al pijnlijk. Hm. Dus die hebben ze eruit gehaald. Dat is wel.
Gunstig. En dat was gunstig, want daardoor had ik ineens 3 centimeter ontsluiting. Wat dus betekent, als het niet doorzet waar het wel op lijkt, tenminste, denkt ze, betekent het dus dat ik waarschijnlijk vannacht nog ga bevallen. En mocht het nou niet doorzetten, maar de pijn blijven, dan blijf ik hier en dan krijg ik iets tegen de pijn. Ja. En dan worden mijn vliezen dus morgen vroeg gebroken. En dan ga ik morgen bevallen. Dus het wordt nooit later dan morgen. Nu ga ik even in de douche kijken of dat die warmte iets doet. Wat daarmee weggaat. Verminderd denk ik. Ja, weggaat. Ja, gaat niet zomaar weg, want dan is het geen goede teken denk ik. Nee. Of dat vermindert. En zo niet, dan heb ik het geprobeerd. Net als het proberen van het strippen en het ballonnetje en de douche. En ja. Maar... gaat hij weg? Ik kom niet op het woord. Misschien door dat alles zit je nou wel hier zo. Ja. Ja, waarschijnlijk wel. Rustig aan, maatje. Nee, ben je zijn niet leuk, maar ja. Nee. Het hoort erbij. Laat maar. Ik ga even douchen. Dag, schatje. Zo. Goed zo, schatje. Nou, daar liggen we dan. Of ja, daar lig jij dan. Laatste kamertje van de bevalling. Hè? De verloskamer. Hier gaat het allemaal gebeuren. Ja, ze voelt zich niet super lekker. Maar dat is ook wel te begrijpen. Maar ze doet het super goed, zegt iedereen. Ja, zo zie je er ook wel uit. Nee, je ziet er super goed uit, schat. Daar komen ze even kijken hoeveel er ontsluiting er nu eigenlijk is. En dan kunnen ze gaan kijken of jij ruggenprik kan krijgen. Dan zie je dat aangevraagd. En dan kunnen we verder vanaf daar. Huh? Ik hoop dat er iets wat gaat schelen bij jou. Ik denk het wel, hè. Komt helemaal goed. Love you! Nou, schatje, liggen we dan? Of ja, lig jij dan? Ik sta te filmen. Vertel. Ik zit op de 8 centimeter. En je hebt een druk op je kont. En ik heb druk op mijn kont. Ik wist dan nooit dat ik thuis weet dat het dus was. Op het moment dat jij denkt dat je moet poepen, dat zijn dus een soort van de persweeën die je dan voelt. Ja. Dan voelt het alsof je een scheet moet laten of moet poepen. Dus ik heb nou gebeld en ik denk dat ze nu dan nog een keer gaan voelen of er dus een centimeter weer bij is of iets. Ja. En als dat zo is, dan... dan gaat het nog rapper. Gaat het nog rapper. En hoe voel je je nou? Op het overgeven na ik wel goed. Rugprik heeft goed zijn best gedaan, hè? Ja, dus goed echt zo. Een aanrader voor iedereen. Ik had echt, een uur had ik echt heel veel pijn. Toen heb ik dus gevraagd om mijn ruggenprik en normaal duurt het dan nog een uur of zo. Godverdomme, ik moet echt poepen. Nee, je moet niet poepen. Dat is gewoon de baby die op je anjer loopt te drukken. Ja. Ja, dat is echt, dat is het gevoel. En toen heb ik gevraagd om mijn ruggenprik en soms duurt het echt een uur, anderhalf voordat je daar terecht kan. Ja. En ik kon echt na een kwartier of zo, kon ik al... ja, beter. Kon ik daar al terecht. Net voor de spits. Echt heel fijn. En het ruggenprik zet het ding niet per se pijn, maar omdat het heel... onnatuurlijk is wat ze doen, want ze zetten in principe een naald tussen je rugwervels in. Ja, en dan moet je ook nog tegendruk ook. Moet je ook nog tegendruk geven terwijl ze aan je rug zitten. En dat is een beetje eng ook, hè? Dus als er dan iemand ook maar heel licht aan mijn rug zit, dan zit hij meteen zo van, eeuw, blijf af. Maar ja. Goed, ja, dus dat. Oké. Okay. Ja. En nou komen de verpleegkundigen weer binnen. Ja. Wat heb je daar? Niks. Niks? Nee. Nee? Is dat niet toevallig jouw baby? Nee, dat is onze baby. Daar is hij. Dat is onze kleine Kik. Ja, ik wou net zeggen, hoe heet die? Kik. Hoe laat is Kik geboren? Kik is geboren op 9 januari om 2:03 's middags. En hoeveel weegt Kik? Kik weegt 3045 gram en is 48 centimeter lang. Dus Kik is een kleintje. Kik is een kleintje.
Maar hij is zo schattig. Kijk, dat zijn dikke wangetjes. En zijn haartjes overal. Ja, het is echt. Als je die muts afdoet, dan denk je echt wow. Kijk. Kijk. Kijk met veel haar al. Ja, hij heeft krulletjes. Heel veel haar. Ja, ben je trots? Ja. Wat je. Vooral trots op jou, zo. Heel goed gedaan. Ja. Echt waar. Kijk dan. Dat is toch niet normaal? Nee. Hij is echt niet normaal. Hij is trots. Hij ligt ook gewoon lekker te slapen al die tijd bij jou. Lekker, hè? Mm. Ik ga hem dan lekker een bedje leggen. Nou, doe maar eens, papa. Het eerste bedje. Oh, wauw. Hoe? Werd je daar wakker van, maatje? Werd je daar wakker van, maatje? Hij is zo schattig. Het is echt niet normaal. Echt huilen. Ik heb dit gewoon uitgepoept. Doe even normaal. Dit komt gewoon uit mij. Doe maar lekker slapen, vriendje. Trots, mama. Ja. Ik ben ook al een beetje trots op mezelf. Nee, een beetje. Je mag heel erg trots op jezelf zijn. Ja. Dat heb je echt, echt super goed gedaan. Oerkracht kwam er in mij naar boven. Oermama. Love you. Love you. En morgen mogen wij lekker naar huis toe. Dus wij gaan lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. Morgen weer een nieuwe dag. Ja. Morgen weer een nieuwe dag. Ja, ik heb een koffer aan jou die ik moet duwen. Dankjewel. Doei doei. Hij ligt heel vredig te slapen. Hij vindt het allemaal wel prima. Hi. We zijn inmiddels 2 weken na de bevalling. En dit is Kikje. Het is inmiddels 2 weken na de bevalling. Precies 2 weken na de bevalling. Kik is 2 weken oud. Wow. Jullie hebben dus een beetje het verhaal gezien hoe dat allemaal gegaan is. Vanaf dat ik dus thuis was tot aan in het ziekenhuis tot dus nu 2 weken na de bevalling. Het bevallingsverhaal ga ik nog delen, dus die komt nog online. Maar ja, ik wil wel eens even een update geven hoe het nu gaat. Eigenlijk vanaf het moment dat wij thuis gekomen zijn voor 2 weken geleden. Gaat dat allemaal de woensdag keigoed. Dus, want wij moesten dus een nachtje blijven. Omdat hij dus 40 gram te weinig woog, ongeveer. Iets meer, toch? Ja, je had een bepaalde grens waar ze boven moeten zitten. En hij zat er net 40 gram onder. Ja, omdat ik dus precies 40 weken was en hij 3045 gram woog, was daar net te weinig. Waardoor je dan dus een nachtje moet blijven, zodat ze de glucose kunnen prikken in het ziekenhuis. Want ja, ik ben dus ingeleid, zoals jullie weten. En ja, nou ja, dus wij mochten die woensdag om 12 uur of zo naar huis toe. Ja. En toen, toen wij thuis kwamen, was Chuck er ook. Ik zal even laten zien hoe dat ging trouwens. Wat is dat, Chucky? Gaan we kijken naar de baby? Gaan we kijken naar de baby? Wat is dat? Ja, ik ben hier ook nog, hè? Ga eens kijken. Hallo. Ja, hallo. Wat is dat, Chucky? Kijk eens, Stewie. Hallo. Kom eens. Ruik je baby. Kijk eens hier, Stewie. Waar is de baby? Oh, waar is dat? Wat is dat? Is dat een baby? Oh, dat is de baby. Is het hier? Ja. Oké, love you. Maar ja, wij mochten dus de woensdag... Oh, love you, sorry. Wij mochten dus de woensdag na de bevalling mochten wij naar huis toe. Nou ja, eindstand kwamen wij thuis. En dat was dus hoe het met Chuck ging toen ik thuis kwam. Ja, dat ging dus eigenlijk best wel goed. Nu is Chuck, als hij huilt, heel erg zo van... Oh, Kik huilt. Waar is Kik? Dan wil hij heel graag naar Kik toe. Maar hij is niet vervelend of zo. Hij is gewoon heel lief beschermend.
En hij wil er gewoon heel graag bij zijn. En wij mogen ook gewoon bij hem komen. Andere mensen mogen gewoon bij hem komen zonder dat Chuck echt gemeen wordt of zo. Dus dat is heel fijn. Maar goed, de rest van de week is het eigenlijk heel goed gegaan. Hij slaapt goed, hij eet goed. Kraamweek was echt super fijn. Twee super lieve meiden bij ons gehad. Echt, ja, niks te klagen gewoon. Op een gegeven moment mochten wij na 5 dagen of zo, mochten we al een voeding in de nacht overslaan. Omdat hij, zodat hij dus 6 uur in totaal door kon slapen. Nou, dat is nog geen één keer gebeurd natuurlijk. Maar wij slapen wel gemiddeld 4 of soms 5 uur per nacht door. Dus dat is best wel lang. En verder gaat het eigenlijk heel goed. En hebben we echt niks te klagen. Bevalling is ook heel goed gegaan. Daar komt dus nog een aparte video van. Waarin ik dus gewoon de hele bevalling ga laten zien. En verder, ja, heb ik eigenlijk voor deze video niet zo heel veel meer te vertellen. Omdat het eigenlijk heel goed gaat. We genieten echt enorm. Jason, die is nog 1 week vrij. Op het moment dat deze video online komt, dan is hij denk ik al aan het werk. Maar, ja, we genieten gewoon. Het is echt een prulleke. Hij is super knap. Het is echt... Ik raad een baby zo erg aan. Niet gewoon... Het is zo bijzonder. Het is zo mooi. Je hebt gewoon iets wat je zelf... gemaakt heb samen met jouw partner, zeg maar. Dus het is echt heel bijzonder en heel echt letterlijk. Wil je ophouden, want dit hoor je allemaal. Ja, het is gewoon iets wat van jullie is en wat een mixje is van jullie. En dat is gewoon heel bijzonder. Je bent gewoon echt gewoon op slag verliefd en het is gewoon heel bijzonder om zo'n klein hummeltje te hebben. Dus ja, weet je, ben jij in twijfel? 100% doen. Kijk, nee is nee. Als iemand geen kinderen wil, dan is het natuurlijk ook helemaal prima. Maar ja, ik ken wel veel mensen die in eerste instantie in twijfel waren en die dan een kindje zagen of erin meegingen en die dan ineens dachten van, oh kijk, eigenlijk is het zoiets moois. Bij deze sluit ik de video van nu even af. De rest van hoe het de bevalling gegaan is en hoe het allemaal daarna gegaan is, ga ik jullie dus nog vertellen in een andere video. Vergeet vooral niet te liken, delen, abonneren, zet de notificaties even aan, zodat je melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En ik ga nu wel proberen meer te plaatsen dan, wat ik voorheen deed. Maar het is gewoon best wel lastig om het allemaal om alle ballen hoog te houden. Dus Instagram, TikTok en YouTube. En dan ook nog nu vooral met die kleine ook nog erbij. Het is gewoon best wel lastig, denk ik. Dus ik ga wel echt mijn best doen. Maar ik kan niet beloven dat het lukt. Maar ik ga in ieder geval mijn best voor jullie doen. Like de video. En ik hoop jullie weer bij de volgende video te zien. Bij mijn bevallingsverhaal over hoe ik deze kleine man uit mij geperst heb.